Hallo, mijn naam is Arnoud. Jouw naam is? Anoushka en? Meester André. Juf Anoushka en meester André. Ik wil graag dat juf Anoushka even denkt aan een beetje bekende persoon. Dat mag een Nederlander zijn, een buitenlander. Ze mag zelf bedenken, jullie hoeven niet te helpen. Mag niks zeggen. Ze mag zelf kiezen. Een man, een vrouw, jongen, meisje, waar de meeste mensen wel eens van gehoord hebben. Iemand uit de politiek, een zanger, zangeres, voetballer, maakt niet uit. En dan wil ik graag dat juf Anoushka even de naam opschrijft op een papiertje. Ik heb hier wat papiertjes, zo. En dan mag dat opgeschreven worden hier op dit papiertje. En ik mag het niet zien. Zo, heb ik nog een pen. Ja, de pen ligt daar nog, ja. Mag u hem even hier opschrijven, juf Anoushka? En meester André, wil ik graag even dat u denkt aan een beetje bekende plaats, ergens ter wereld. Niet te Bergen, dat is te makkelijk. Ook niet Utrecht, want daar woon ik. Dat zou te makkelijk zijn. Parijs mag, maar nu niet meer, want het is weer genoemd. Ja, de pen is weer beschikbaar. Dan mag meester André het even opschrijven hier op dit papiertje. Niks zeggen, het is geheim. Sorry, ik moet even openvouwen natuurlijk. U mag hem hier opschrijven, ja? En soms gebeurt het wel eens, vooral als mensen elkaar goed kennen, dat er een relatie is tussen de persoon en de plaats. Ik heb wel eens gehad Balkenende, Den Haag, Napoleon, Parijs, Marilyn Monroe, Hollywood. Gebeurt niet altijd, maar soms wel. En dan is het belangrijk dat de papiertjes op dezelfde manier worden opgevouwen. Eerst zo dubbelvouwen en dan zo. Ja, prima. En dan wil ik graag, juf Anoushka, dat u even uw papiertje aan meester André geeft. Dat meester André twee papiertjes heeft. Ja, en dan mag meester André even beide papiertjes achter de rug houden. En een goed mengen, goed door elkaar. Dat u niet meer weet waar de persoon op staat en waar de plaats op staat. Ja, en dan wil ik graag van meester André één papiertje. Ja, dank u wel. Weet u wat hierop staat, de persoon of de plaats? Geen idee, dan heeft u het goed gedaan, want dan had ik gevraagd. Ja? Dan geef ik dit even aan juf Anoushka, even in de vuist houden graag. Ja, en dan wil ik graag meester André dit even zo vasthouden. Zo. En dan ga ik even vaststellen wat erop staat. De persoon of de plaats. Dat is 50% kans. Ja, hij concentreert zich. Dat is heel goed. Hoe beter hij zich concentreert, hoe makkelijker hij is om op te vangen. Ja? Ja, ik krijg iets door. Stop! Ja, hij stopt. Ik pak er even bij. Mijn bloknoot. Ik krijg vrijstelling door de letter A, maar ik weet het niet zeker. Ik ga gewoon even wat proberen. Ik had hier nog ergens een stift, geloof ik. Ja, een stift. De letter A. Die zit erin. Ik krijg door. Ik ga even wat proberen. Volgens mij. Ja, die kennen we allemaal wel. Mag je even kijken? Ik ben benieuwd wat erop staat. Het is volgens mij de persoon. Juf Anoushka dacht aan Sinterklaas. Sinterklaas. En wat had ik had niet helemaal precies hetzelfde, maar volgens mij is het wel dezelfde persoon, want ik had namelijk opgeschreven Sint-Nicolaas. Ja, applaus is voor deze juf. Ja, goed gedaan, juf Anoushka. En nou meester André. U heeft niet papiertje, juf Anoushka heeft papiertje van meester André. Ja, duidelijk. Ik ben daar geweest. Ik ben daar geweest. Dat was in 2009. Ik ging toen op naar een congres in Orlando op het gebied van mind reading. Een mind reading convention. Ik heb het opgeschreven, ja. Ik ben benieuwd, mag ik even kijken? Ik moest toen overstappen. Toen ik de grote plas was overgestoken. Atlantische Oceaan. New York! New York! En wat had ik opgeschreven? New York! Ja! Hey, applaus voor deze twee leerkrachten. Ja, ja.